5 minutes remaining. Yo, what's up guys, Fernando Den. Welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Eindelijk hebben we weer een videootje. Het heeft een tijdje geduurd, maar ik had dit weekend weer zat tegenslagen. En er zijn natuurlijk altijd wat privé dingen die meespelen. Weekenden zijn druk, huiswerk dat meespeelt. En alle andere zaken natuurlijk. Ik zal over het huiswerkpuntje eventjes beginnen. Ik moet een opdracht doen samen met Monica. Monica bekend van mijn video's. Het is dus een klasgenootje. En we zijn allebei nogal lui. En hebben sterk de neiging om dingen tot het einde uit te stellen. En vooral nu Destiny uit is, hebben we er nogal wat moeite mee. Dus is het niet echt goed gelukt. Welkom in ieder geval terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. We spelen vandaag The Crucible van Destiny. En The Crucible houdt in PvP. Oftewel multiplayer versus andere mensen. Ik heb hiervoor al 2 video's geüpload, dus dit kan je zien als episode 3. Episode 1 en 2 speelde ik samen met Walt, Erik en Monica. En ditmaal speel ik gewoon helemaal in mijn alleentje. En speel ik de nieuwe game mode die alleen maar tijdelijk beschikbaar is. De game mode Zelfage. En Zelfage, dat valt te vergelijken met de game mode van Call of Duty, Sabotage. En Sabotage, dan ben je eigenlijk gewoon de hele tijd allerlei punten wie de enemy verovert aan het saboteren. En dat is exact wat je in deze game mode doet. Dus wat je heel erg voelt, is dat Activision heel erg sterk heeft meegewerkt aan dit ding. Logisch, want het is natuurlijk een game van Bungie en Activision. Maar je voelt hier in deze multiplayer echt de Call of Duty aspecten keihard terugkomen in dit soort dingen. Wat je dus doet, ze noemen het New Relic Available. Dan ren je naar dat punt toe, dan domineer je dat punt en de enemy moet proberen dat punt te saboteren. Doe je dat, dan staat er eigenlijk ook gewoon in beeld zo'n medaille en dat heet Saboteur. Je kan het dus echt gewoon vergelijken met Sabotage. We spelen met een nieuwe epische rifle die ik heb vrijgespeeld dit weekend. Dat heb ik vrijgespeeld bij die gast die exotic items verkoopt. Die gast die heet Xur. Daar heb ik al een video over gemaakt samen met Monica. Die gozer die verschijnt alleen op vrijdag en zaterdag in de game. En dan kan je dus exotic items aanschaffen. Ditmaal verkocht hij de exotic auto rifle. En er wordt gespeculeerd dat dit de beste gun in de game is. Het is dus deze wit-rode gun. Niet deze machine gun. Niet in de war raken. Deze is ook wit-rood. Het is niet deze machine gun. Nee, het is die andere attack rifle die ik in mijn hand heb. Die echt fucking ziek goed is. Niet te vergeten dat deze natuurlijk ook heel erg goed is. Dit is een machine gun en die wordt gezien als de heavy weapon in Destiny. We switchen over naar een tweede gun. Sorry, ik zeg gewoon een tweede gun. Een tweede game. Deze spelen we op Mercurius. Sorry, ik kon het even niet in het Nederlands opkomen, omdat ik zie Mercury. Mercury is het eigenlijk. Maar we spelen dus op Mercurius. Het is een planeet die verschrikkelijk dicht bij de zon ligt. En als je dus aan de zijkant van de map staat en je kijkt naar de zon, dan zie je de helft van de planeet gewoon wegsmelt. Maar goed, dat terzijde. Ik heb dit potje jullie laten zien omdat ik belachelijk goed ging. Ik ging hier echt heel erg goed. Ik zal ook aan het einde van het potje denk ik gewoon mijn mond houden. Zodat jullie puur kunnen genieten van de compilatie van awesome beelden. En ik was echt aan het domineren met mijn team. Dit was de allereerste keer dat ik Sabotage speelde. Oftewel, ik zeg nu gewoon Sabotage, maar gewoon Zelfage. Speelde en we gingen zo belachelijk goed. Ik eindig met een ratio dik boven de 3. En we veroverden de punten gewoon goed en we houden de enemy tegen om onze punten te saboteren. Oftewel, we deden gewoon heel goed ons objective. En dat terwijl ik nog eens met vreemde mensen speelde ook. Dus eigenlijk heb je normaal dit soort goede potjes speel je eigenlijk alleen met je eigen clan of je eigen vrienden. Maar toch had ik een soort van klik met deze mensen waarmee ik samen speelde. Want het ging super goed. We hebben elk potje dat we samen speelden gewonnen. Dus ja, dat is ook wel te zien en af te lezen in deze gameplay. Mochten jullie dus dit weekend Destiny spelen, echt jongens, ik raad jullie aan deze auto rifle te kopen, want hij is zo belachelijk goed. Het is echt niet normaal. Op een gegeven moment in deze game zal ik naar mijn startmenu gaan en dan zien jullie daar een gele bounty. Dat is een gele weapon bounty die je maar zelden krijgt. Wat je daarvoor moet doen is heel veel bounties voltooien en inleveren bij de bounty master, zeg maar. En wat hij je dan geeft als reward, hij geeft je een exotic weapon bounty. En als je dat dus voltooit, dan krijg je een exotic weapon. En dat zijn echt hele zeldzame, mega sterke, goede guns die je echt niet zo 1, 2, 3 vrij speelt. En vervolgens dus ook goed wordt beloond met een echt awesome gun. Ik heb dus een bounty geselecteerd voor een speciale handgun van de maan. En dat is echt een fucking zieke revolver. Het is dus een exotic revolver en ik moet er heel erg veel voor doen om die vrij te spelen, zeg maar. En een van die dingen om dat wapen vrij te spelen is in de multiplayer, oftewel in de Crucible van Destiny, 500 void damage punten te doen. En ik weet niet of jullie een beetje verstand hebben van wapens en games en hoe het werkt, zeg maar.
Maar elk wapen in Destiny heeft zijn eigen bepaalde power en zijn eigen bepaalde damage, zeg maar. Dus je hebt een vlammetje als damage, je hebt ijs als damage, je hebt dus void, dat is het paarse. En je hebt nog het andere, geloof ik, kinetic, maar volgens mij heeft elke gun dat. Maar goed, ik moet dus 500 void damage punten doen in de multiplayer van Destiny. En dat zijn dus die paarse wapens. Oftewel mijn heavy machine gun, dat is paars, daar staat dat paarse draaidingetje bij. Nou, daar moet ik dus echt heel erg veel kills mee maken en dan krijg je dus void damage punten. En hoe het werkt? Is dat je bij één kill met een void wapen krijg je 3 punten erbij. En bij één keer dat je doodgaat, gaan er weer 2 punten af. Dus je moet eigenlijk proberen zoveel mogelijk void damage te doen zonder dat je zelf doodgaat. Nou, dat is een super lastige bounty, dus daar was ik op de achtergrond in ieder geval mee bezig. Jullie zien mij straks gewoon langs dat stukje gaan waar jullie die wapenbounty kunnen zien. En dan zien jullie dat ik pas op 68 punten van de 500 zit. Dus het is een best wel pittige weapon bounty. Nou goed, ik hoop in ieder geval dat jullie goed genieten van deze video. Ik zal morgen een nieuwe Metro video uploaden, omdat Metro blijkbaar opeens heel geliefd is. Ik upload een tijdje geen Metro en iedereen begint te janken om Metro. Dus dan merk ik dat die serie geliefd is. Nou prima, morgen komt er een nieuwe Metro video. En daarnaast ben ik heel erg lang bezig geweest met een speciale video. Het is een soort trophy guide video. Het is een video die eigenlijk teruggaat naar de oorsprong van Den Adenna. Dat is trophy guides, walkthroughs, al dat soort dingen. En niet alleen maar let's plays. Wat ik dus ga doen, er zitten collectibles in de game Destiny. En die collectibles zijn Dead Ghosts. Die Dead Ghosts zijn verspreid over alle 4 de planeten in Destiny. En die kan je dus verzamelen. Krijg je de Grimmer cards voor punten. En het is puur gewoon een collectible. Die ook resulteert naar een trophy. En als het over trophies gaat, dan weten jullie dat ik ervan hou en dat ik hem wil halen. En dat ik daar dus ook video's van ga maken. Dus, morgen een speciale video online. Waarin ik zeg maar alle Dead Ghosts laat zien die heel makkelijk te missen zijn in de wereld van Destiny. Sommige Dead Ghosts zijn namelijk echt super makkelijk te vinden. Die liggen gewoon bijna voor je neus zodra je spawnt in de game. En sommige zijn echt super lastig te vinden en liggen op de meest secret locaties in heel Destiny. En mijn video morgen zal dus eigenlijk bevatten alle gameplay stukjes en alle locaties van de Dead Ghosts die ik persoonlijk heb gemist. En 9 van de 10 keer als ik ze mis, dan betekent het dat ze echt heel goed verborgen zijn. Want ik kijk bijna altijd overal in een spel, omdat ik simpelweg gewoon een trofeeënspeler ben. Dus, morgen, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de Dead Ghosts van Destiny en voor de mensen die geïnteresseerd zijn in trofeeën, die de Dead Ghost trofee willen, oftewel Ghost Hunter, zo heet die trofee, morgen dus die speciale video met alle locaties van de meest makkelijk misbare Dead Ghost. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat sowieso je like achter. Het heeft me nogal tijd gekost deze alsnog online te krijgen vandaag op een zaterdagavond. Met nog genoeg andere privéredenen. Dus ik hoop sowieso dat ik die dikke blauwe blauwe luim. Dat ik die dikke blauwe duim omhoog krijg voor deze awesome gameplay. Voor de ownage van deze enemy. En dat jullie hebben genoten van een nieuwe game mode Zelfage in Destiny. Laat eens je like achter, laat even weten wat jullie van Destiny vinden, wat jullie misschien nog in de game zouden willen zien. Of hebben jullie vragen over de game, over Crucible, over Selfage? Vraag ze maar gewoon, ik heb bijna overal wel antwoord op, denk ik. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik in de toekomst nog wat meer kan samenspelen met subs die ook Destiny en een PS4 hebben. En dan ga ik jullie nogmaals bedanken voor het kijken, voor het liken. Check eventjes alle social media in de videobeschrijving. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk terug in elke nieuwe video die ik maak. Stay awesome guys. Later. They're probe active, Guardian. Stop it. Their probe is shut down. Well done. I could have used your talents in the field.